Oké, tankliefhebbers opgelet. In deze video ga je leren wat het verschil is tussen een tank uit de Eerste Wereldoorlog en uit de Tweede Wereldoorlog. Blijf kijken. Hey, welkom terug beste kijkers. Dit is History Hustle Nederlands. Als je geschiedenis interessant vindt, abonneer dan vooral. En vergeet ook niet op het bel-icoontje te klikken, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe video's. Ik sta hier in de Oost-Oekraïnse stad Kharkiv, hier voor het Historisch Museum. En achter mij zien jullie twee tanks. Eentje uit de Eerste Wereldoorlog en eentje uit de Tweede Wereldoorlog. Wat is nu het verschil tussen deze twee tanks? Tanks in de Eerste Wereldoorlog zijn ontwikkeld om de padstelling van de loopgravenoorlog te doorbreken. Tot nu toe was de strategie heel simpel. Eerst volgde er massale artilleriebeschieting en vervolgens grote golven van infanteriesoldaten. Echter, als ook maar één vijandig machinegeweer de barrage had overleefd, werden de aanvallers massaal neergemaaid, om maar te zwijgen over de prikkeldraadversperringen. Oké, nou dit beest hier is de Britse Mark V-tank. Die werd ontwikkeld in de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog en zag voor het eerst actie tijdens de slag om Halen in juli 1918. Nou, je ziet al, hè, die rupsbanden gaan helemaal om het apparaat heen. En dat was natuurlijk omdat deze tanks over die loopgraven heen moesten kunnen om vervolgens de padstelling te doorbreken en natuurlijk ook, hè, door het prikkeldraad heen. Deze tanks zijn natuurlijk bedoeld om voor de troepen uit te rijden, zodat de troepen daarachter konden lopen waar ze beschutting hadden van het machinegeweervuur. Echter, een goed gemikte artilleriegranaat schakelde zo'n tank al snel uit. Deze tank werd bestuurd door 8 mensen. 1 commandant, 1 chauffeur en 6 schutters. En je ziet ook dat deze tank het tot op de tanden toe bewapend is. 70 van deze tanks zijn door de geallieerden overhandigd aan de Witte Legers. Dat waren Russische soldaten die tijdens de Russische burgeroorlog tegen de Rode Leger vochten. De geallieerden stuurden ook troepen naar verschillende plekken in Rusland om het bolsjewistisch gevaar een halt toe te roepen. Nou, uiteindelijk is dat niet gelukt. De Rode Legers wonnen de Russische burgeroorlog en daarmee werd Rusland een communistisch land, genaamd de Sovjet-Unie. En deze tanks vielen dan ook al snel in handen van het Rode Leger. En de Rode gebruikte dat uiteindelijk om Georgië binnen te vallen, waarbij ook Georgië uiteindelijk onderdeel werd van de Sovjet-Unie. Oh, en wist je trouwens, hè, dat in 1945, toen de Russen Berlijn veroverden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, vonden ze 2 van deze tanks zwaar beschadigd tussen de ruïnes van Berlijn. Hoe kwamen die daar terecht? Nou, de Duitsers hadden in 1941, toen ze de Sovjet-Unie binnenvielen, de stad Smolensk veroverd. En in Smolensk stonden 2 van deze tanks als museumstukken opgesteld. De Duitsers hebben die tanks toen vervolgens meegenomen naar Berlijn. Het is niet helemaal duidelijk of deze tanks in Berlijn ook echt deelgenomen hebben aan de strijd tegen de binnenvallende Russen. Nou, waren er ook nog Duitse tanks en Franse tanks. En die Franse tanks die lijken vrij veel op de tanks die later in de Tweede Wereldoorlog gebruikt zouden worden. Oké, dit hier is de Russische T-34-85. Was de opvolger van de T-34-76. En deze tank moest het opnemen tegen de Duitse Tiger 1 tank. Een van de grootste bedreigingen waar deze tank mee kampte was niet zozeer van Duitse tanks, nee, dat kwam van de Duitse milities, de zogeheten Volkssturm. Toen het Rode Leger in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog Duits grondgebied betrad, mobiliseerden de Duitsers in alle ijl de zogeheten Volkssturm. En de Volkssturm bestond uit mannen die dan wel te oud waren of te jong om deel te nemen in het reguliere leger. En die moesten het nu opnemen tegen de Russen. Die werden vaak bewapend met een zogeheten Panzerfaust. Dat was een soort van bazooka die in staat was om zo'n tank uit te schakelen. De Russische soldaten voorzagen deze tanks van zelfgemaakte bescherming om ervoor te zorgen dat zo'n tank niet zo gemakkelijk werd uitgeschakeld. Hey, je ziet ook dat de Tweede Wereldoorlog was veel meer een oorlog van beweging. Hè? Snel grond veroveren in tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog, waarbij er echt een padstelling doorbroken moest worden. De Eerste Wereldoorlog tank kon een snelheid van 7 km uur bereiken, kon op 35 km afstand schieten en had een bepansering van 6 tot 12 mm. De Tweede Wereldoorlog tank die was iets sneller, 48 km per uur, kon op 160 km schieten
en had een bepantsering van 62 mm. Heb jij een favoriete tank en waarom is dat jouw favoriet? Laat het hieronder weten. Vergeet niet te abonneren. Kijk even naar mijn Engelse kanaal voor veel interessante video's. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.